Vandaag herdenken wij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En hierachter mij wordt het podium opgebouwd omdat we dit jaar geen fysieke herdenking hebben, maar een livestream. En we wilden dit bijzonder aankleden en daarom hebben we ook de hulp ingeroepen van kunstenares Mee Oele. Ik heb de achtergrond decor gebouwd vandaag voor de herdenking. Ik had in mijn woonkamer voor mijn afstudeerwerk al een werk gemaakt. En dat is eigenlijk opgedragen aan mijn Indonesische familie. Omdat het eigenlijk zo lang verborgen is geweest wat er is gebeurd in die tijd. En bij de zoektocht naar het verleden kwam ik heel veel foto's tegen van mijn opa's woonkamer. En heel veel andere Indo's die naar Nederland zijn gekomen hebben ook dezelfde woonkamer gehad. Zag ik terug in hun familiefoto's. Ja, ik dacht, ik moet dat gewoon terugbrengen. We staan hier bij mijn familiefoto. In 1949 is heel de familie met de boot naar Nederland gekomen. En heel de familie is wel heel erg trots. Dus het is wel echt heel bijzonder om iedereen zo te zien. En dit zijn alle ingezonden foto's van mensen die wilden meedoen aan de vlaggenactie, de balkonactie. Nou, het is inderdaad heel erg lastig om het juiste gevoel over te brengen vanaf een afstand. En dat is ook de reden dat wij die Indische balkonactie hebben bedacht met de vlaggen. En het idee is dat allemaal Indische families in de regio Rotterdam hun familiefoto inleveren. En deze worden dan gedrukt op vlaggen. Die worden dan vandaag uitgehangen op het balkon, voor het raam, het maakt niet uit. En dan komen langzaam de verhalen tot leven. Ja, het is ook een leuke manier om de dialoog te starten tussen mensen en op een positieve manier te herdenken.